Van harte welkom allemaal. In het bijzonder ook de vertegenwoordiging van het ministerie. Kom zo bij u. Kunt u ook even aangeven wie u bent en wat u wil vertellen. Wat ook vergelijkbaar is volgens mij met de briefing in de Tweede Kamer. Ik denk dat het prettig is, zeker ook gezien de grote samenstelling, dat we heel kort even iedereen langslopen, naam en partij, zodat u even weet wie hier aanwezig is. Mag ik bij D66 vooraan beginnen? Lopen we zo om naar de andere kant. De voorzitter heeft de partij al verraden. D66, Annelien Bredenoord. Dankjewel. Peter Nicolai, Partij voor de Dieren. Joopie Noren, Partij van de Arbeid. Ton van Kesteren, Partij voor de Vrijheid. Margrethe Boer, GroenLinks. Arde Gerkens, SP. Dankjewel. Griffie, bekend? Ja. Ja, iedereen. Prima. Dankjewel. Oké, dus de achterste rij is vooral bemand door Griffie en ambtenaren. Dankjewel. Gerben Gebrandi, OSF. Bob van Pareren, Forum voor Democratie. Martine Baai, 50+. Diederik van Dijk van de SGP. Maarten Verkerk van de ChristenUnie. Ik ben Henk Otten van de fractie Otten, ook handelend onder de naam Partij voor de Toekomst tegenwoordig. Het is geen politiek forum hier. Mijn naam is Mickey Adriaans, het voorzitter van deze commissie. En de heer De Boer, griffier van deze commissie. We hebben anderhalf uur en het is de bedoeling om zoveel mogelijk kennis tot ons te nemen. Dus ik geef graag het woord aan u, misschien dat u ook zichzelf even kan voorstellen. En dan een korte inleiding wil geven op de coronamelder en daarna doen we een vragenronde. Akkoord met iedereen? Ja, gaat u gang. Mijn naam is Laura Gielanda, ik ben wetgevingsjurist bij het ministerie van VWS en een van de schrijvers van dit wetsvoorstel. Mijn naam is Ron Roosendaal en ik ben directeur informatiebeleid bij VWS en verantwoordelijk voor de realisatie van de coronamelder. Ik zal de korte introductie voor u doen. Die lijkt op die in de Tweede Kamer is gegeven, met nog een aantal aanvullende elementen. Wat voorop staat is het doel van een app als deze. Infectieziekte bestrijden vergt bron- en contactopsporing van mensen die positief zijn getest. Dat is een intensief proces waarin de GGD mensen opspoort die in nauw contact zijn geweest met positief geteste personen en hun contacten belt, vraagt rekening te houden met mogelijke besmetting en zo infectieketens doorbreekt. Het lastige is dat heel veel mensen niet precies weten met wie ze afgelopen dagen, week in contact zijn geweest en sommige mensen zich niet meer herinneren of ook niet kennen. En voor het eerst bij een epidemie als deze bestaat er ook technologie die daar wellicht een rol in zou kunnen spelen. En zo is in de wetenschap als eerste nagedacht over die technologie en de inzet daarvan. Heeft dat gerealiseerd in meerdere landen die al een dergelijke app hebben geïntroduceerd. In Europa staat de teller op 10, maar 19 landen in totaal met de landen die bezig zijn om te introduceren. Dus het doel van een app als deze staat voorop en dat is het sneller meer mensen vinden die achteraf in contact zijn geweest met iemand die besmet was. En dus is het een aanvulling op het reguliere werk van de GGD als het gaat om het vinden en opsporen van mensen en zo ketens van infectie te doorbreken. Ja, dat gaat goed. Ik ga op deze onderwerpen in. Het proces, de werking, de resultaten tot nu toe, testen zonder klachten, omdat dat een belangrijk onderdeel was van de praktijktest, hoe beoogd is doorlopend te gaan evalueren na inzet en hoe de wet er op grote lijnen uitziet. Kort het proces. Het proces begon met een OMT-advies. Het OMT adviseerde om de rol van apps als deze te onderzoeken bij het aanvullen van het werk van de GGD vanuit dus de gedachte dat je dan sneller meer mensen vindt
en dus makkelijke infectieketens kunt doorbreken. In het debat dat diezelfde week nog volgde, nam de Tweede Kamer de motie aan dat dat met zo groot mogelijke aandacht voor privacy zou moeten gebeuren en ook de Tweede Kamer daarover geïnformeerd zou moeten worden. Heel kort het proces van de afgelopen maanden. Na dat OMT-advies is een brief aan de Kamer gevolgd waarin opvolging wordt gegeven aan dat advies. En in die tijd, en dan spreken we over enkele maanden geleden, was de gedachte dat er al veel meer apps zouden zijn die dit zouden kunnen. En dus is toen gekozen in eerste instantie niet voor ontwikkeling, maar voor marktverkenning. Als er apps zijn, dan kun je die selecteren. En dus vond toen een beproeving plaats. En vanwege het belang van een app als deze en vanwege het belang van vertrouwen in een app als deze, in alle openbaarheid, waarin in een weekend een aantal apps is beproefd. En de conclusie van dat weekend was dat geen van de apps gereed was voor introductie. Dat geen van de apps veilig genoeg was voor introductie en dat ook geen van de apps op dat moment voldeed aan alle eisen als het ging om privacy. En de conclusie was dus ook daarna om alsnog zelf te gaan realiseren. Dus dat was het moment waarop de overheid besloot om het zelf te gaan doen. Waarbij de keuze is gevallen op dat volledig transparant en open doen. Dus alles wat de afgelopen maanden is gebeurd, is in alle transparantie gebeurd. Mensen hebben kunnen meekijken op de dagelijkse ontwikkeling van de app, maar ook van de testen bijvoorbeeld, hoe we toegankelijkheid testen, et cetera. Dus mensen hebben alle dagen kunnen meekijken en dat is ook gebeurd. Er hebben duizenden mensen meegedaan. Er hebben honderden mensen voorstellen gedaan voor verbetering van het ontwerpen bijvoorbeeld. En er hebben ook heel erg veel mensen verbeteringen voorgesteld voor de code en de aanpak. Er zijn daarna heel veel beproevingen geweest. We hebben bewust veel beproevingen uitgevoerd. Zo voldoet de app op dit moment aan 49 van de 50 eisen, internationale eisen aan toegankelijkheid. En vanaf de volgende release ook aan de 50ste. Waarmee we bijvoorbeeld de app toegankelijk hebben gemaakt voor mensen met een beperking. Mensen die niet kunnen zien. En mensen die het ingewikkeld vinden om met digitale hulpmiddelen en taal om te gaan. We hebben in dat proces mede op verzoek van de Tweede Kamer de autoriteit persoonsgegevens betrokken. En die hebben op 6 augustus een advies gegeven op de door ons uitgevoerde gegevensbescherming effectbeoordeling, de PIA. Daar kom ik straks op terug, want het advies van de autoriteit persoonsgegevens was anders dan dat later van de Raad van State. Namelijk voor inwerkingtreding van de wet die u binnenkort gaat behandelen, zou landelijke introductie van deze app niet moeten plaatsvinden. We hebben wel daarna of tegelijkertijd een proef gedaan in 5 GGD-regio's. Want om echt aan te tonen dat het werkt, moet de GGD er ook mee kunnen werken. Want alleen mensen die positief getest zijn, moeten dat kunnen melden. Anders kun je bijvoorbeeld een school stilleggen, zoals mijn tienerdochters voorstelden. De GGD moet ermee kunnen werken. En het moet kunnen leiden tot een testaanvraag. Dus we wilden ook testen in de praktijk dat de GGD gereed was voor introductie van deze app. En ook dat de samenleving, dat mensen ermee konden werken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 2 september. Dan de app. Het is heel moeilijk voor te stellen dat je opsporing van nauw contact kunt doen zonder te weten wie de contacten zijn en zonder te weten waar je bent. En ergens begin dit jaar heeft een Europese groep wetenschappers daar een plan voor bedacht. En dat plan is ingebouwd in de app. En het plan is als volgt. Elke 10 tot 20 minuten, maakt de telefoon met een hele grote dobbelsteen een nieuwe code. En die code wordt 10 tot 20 minuten lang uitgezonden naar andere telefoons. Andere telefoons ontvangen codes en noteren die code. Er wordt dus niet genoteerd wat het telefoonnummer is, van wie de telefoon is,
en wordt alleen maar een door een hele grote dobbelsteen genoteerde code geregistreerd. Wat nu als iemand corona heeft, als iemand positief getest is? Dan kan de GGD helpen om de codes die zijn uitgezonden in de besmettelijke periode op een lijst te zetten. Dus niet wie je bent, waar je was, wat je deed. Maar alleen deze codes heb ik uitgezonden in de periode dat ik besmet was. En andere telefoons kunnen op de telefoon zelf controleren of ze die codes zijn tegengekomen. En als je die codes bent tegengekomen, ben je dus een besmet persoon tegengekomen. En het is moeilijk voor te stellen dat je dus nauw contact kunt ontdekken door niets te weten over mensen. En ook niet te weten waar ze waren, wat ze deden of met wie ze in contact kwamen. De keerzijde hiervan is dat in tegenstelling tot reguliere contactopsporing, dit volledig onbekend is bij de GGD. De GGD weet niet wie een notificatie heeft gehad. De GGD weet ook niet waar dat was. Er is dus niemand anders dan de ontvanger zelf die het signaal krijgt, je bent in contact geweest. En dat leidt tot de waarschuwing, je bent in contact geweest. En een advies wat te doen. In de testperiode die nu loopt, is dat advies, laat je testen. In het kader van onderzoek, het onderzoek dat ook plaatsvindt op Schiphol en in 2 GGD-regio's bij gewone reguliere bron- en contactopsporing. Namelijk, vind je mensen die zonder dat ze klachten hebben, toch inderdaad besmet lijken vanwege dat contact. En al ingebouwd in de app is dat de overheid de app kan stoppen. Op het moment dat de app niet meer nodig is, wordt aan de GGD-kant het proces uitgezet en krijgt de appgebruiker de melding, deze app doet helemaal niets meer. Dus ingebouwd is de uitknop, zit in alle apps die mensen nu gebruiken en op dat moment doet de app niets meer. Over hoe dit werkt worden heel veel vragen gesteld en dit is begrijpelijk omdat het moeilijk is voor te stellen hoe het werkt. Het eerste is, hoe nauwkeurig is het eigenlijk? Want de app zendt die willekeurige dobbelsteencodes uit via Bluetooth. En dat is een techniek die we allemaal in onze telefoon hebben en die is helaas niet super nauwkeurig. Je kunt niet tot op de centimeter vaststellen dat iemand binnen 1,5 meter was. Wel dat het contact 15 minuten was, maar niet dat het contact zeker, 100% zeker binnen 1,5 meter was. Wat je zeker weet is dat als iemand een melding krijgt, dat dat in 90% van de gevallen binnen 3 meter was. Wat je ook zeker weet is dat niet iedereen een melding krijgt. Stel je voor, de telefoon zit in je broekzak, dan zit er je lichaam tussen en daar gaat Bluetooth niet zo goed doorheen. Kortom, het is geen magisch wondermiddel dat alles opspoort en daarmee vergelijkbaar met gewoon reguliere bron- en contactopsporing. Want ook de GGD slaagt er niet in om iedereen op te sporen die in contact is geweest. En ook de GGD kan niet vaststellen dat iemand binnen 1,5 meter in het restaurant 15 minuten zat. Maar zal wel proberen iedereen in zo'n restaurant waar achteraf iemand besmet bleek op te sporen en te contacteren. Dus in die zin, het is niet magisch. Er zitten absoluut foutmarges in en tegelijkertijd zeggen wetenschappers, ook met die foutmarges levert het een aanvullende bijdrage aan het reguliere werk van de GGD. Omdat je meer mensen vindt, maar vooral ook omdat je ze sneller waarschuwt dan de GGD in haar reguliere contacten kan. Tegelijkertijd is het bewijs hiervan alleen op simulaties gebaseerd. Er was nog niet een epidemie met dergelijke apps. Dus het is de eerste keer dat dat wordt geïntroduceerd. Dat simulatiebewijs is relatief overtuigend, maar tegelijkertijd gebaseerd op de aannames in die modellen. Een Utrechtse onderzoeksgroep constateerde in haar modellen dat het vooral de snelheid van waarschuwen is die effect kan hebben op de bestrijding. Een onderzoeksgroep uit Oxford publiceerde een beroemde simulatie waar het getal 60% uit is gekomen. En zei daarbij, als 60% van een populatie een dergelijke app gebruikt, hoeft geen enkel ander middel te worden ingezet. Met daarachter
al vanaf 10-15% is een merkbaar effect in onze modellen. Dus het getal 60%, waarvan iedereen nu denkt alleen dan heeft het zin, komt uit het onderzoek van Oxford, waarin wordt gesteld dat op dat moment andere middelen niet meer nodig zijn. Terwijl we natuurlijk nog heel veel meer doen aan instrumentarium dan alleen een vrijwillige app. De app is op dit moment geïntroduceerd in een groot aantal Europese landen. Een app als deze. Een deel van die landen zit op een grote adoptiegraad. Duitsland op 20%, Ierland op rond de 30%. Maar iedereen heeft dat in de afgelopen weken geïntroduceerd. Dus al deze landen zijn allemaal nog bezig met hun introductie. En dus ook nog niet toe bijvoorbeeld aan definitief wetenschappelijk onderzoek en empirisch bewijs over de inzet van de app. In de samenleving ontstond ook de vraag, waarom krijg ik op mijn Android-telefoon de vraag om locatie aan te zetten? En het antwoord daarop is, omdat je die volledig uit had staan en op Android het nu zo is, dat als je Bluetooth wil gebruiken, deze vorm van Bluetooth, dat je toestemming moet geven voor locatie. Dat krijg je ook als je je Bose Bluetooth-koptelefoon wil aansluiten. En dat heeft te maken met dat Google vindt dat je, als je Bluetooth gebruikt, ook mogelijk locatie zou kunnen bepalen en daarom vraagt toestemming als je dat helemaal uit had staan. In de volgende versie van Android zal dit niet meer zo zijn, omdat het erop lijkt dat coronamelder locatie zou kunnen krijgen. En het is niet het geval, zal ook nooit het geval zijn. En op het moment dat we dat wel zouden vragen, zou de app uit de App Store gaan, want het mag ook niet volgens de voorwaarden. Het werkt ook niet op alle smartphones. Hoewel een groot deel van Nederland smartphones heeft, is het niet zo dat heel Nederland smartphones heeft van 5 jaar of jonger. En de gebruikte technologie is nog niet vanaf het begin op smartphones beschikbaar. Dat betekent dat op zo'n 94% van de smartphones het kan werken en dus op 6% niet. En dat zit vooral bij iPhones, de wat oudere iPhones, die bijvoorbeeld vaak door kinderen aan hun vader of moeder worden gegeven. Dus het zit vooral in de oude iPhones. Nee, echt niet. Ja. Kinderen aan hun ouders ook, ja. Er zijn veel voorbeelden van ouderen die zeggen, ik heb de iPhone 6 van mijn dochter gekregen en daar werkt het niet op en dat is correct. De vraag is ook gesteld, welke overeenkomst heeft de staat in Nederland met Apple en Google? En het wellicht wat teleurstellende antwoord daarop is, er is sprake van een verbintenis op het moment dat wij als Nederland tekenen voor de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van deze mogelijkheden. In de tijd dat wij de beproeving hielden, was duidelijk dat vooral op iPhones deze technologie alleen werkt als de app actief is op de voorgrond, vanwege de beveiliging van iPhones. En dat betekent dat zeker Apple het mogelijk moest maken in hun systeem zelf, omdat het anders nooit zou werken zonder dat je de app continu open had op de voorgrond. En Apple en Google hebben op dat moment de door die wetenschappers ontwikkelde dobbelsteenaanpak geïntegreerd in hun systeem. Dus het zijn de telefoons die dobbelstenen gooien en de codes ontvangen van anderen. Het is de app die de GGD helpt om aan te geven dat sommige codes in een besmettelijke periode waren. En die gegevens worden dus ook niet door Apple en Google verwerkt. Dus in het besturingssysteem van Apple en Google is dat dobbelsteengooien geïmplementeerd. En de eis van deze partijen is dat de apps op geen enkele manier persoonsgegevens ter beschikking stellen aan Apple en Google. En bijvoorbeeld ook niet identiteit of locatie verwerken. En daar hebben wij mee ingestemd. Die voorwaarden hebben wij geaccepteerd en daarmee ontstaat een verbintenis. En dus ook onder meer het verbintenisrecht van toepassing. Afgelopen week hebben Apple en Google, en daar is ook veel over te doen geweest, een tweede stap gezet. En die stap is op het moment dat een regio
geen eigen app heeft, dan kunnen wij helpen om toch deze mogelijkheden te hebben. Nederland heeft een eigen app. En deze mogelijkheden zijn alleen aanwezig op het moment dat de GGD in een regio of een land zegt, wij willen deze mogelijkheid. En dat moet ook wel, want alleen positieve testen kunnen leiden tot waarschuwing. Dus er is altijd een rol voor de Public Health Authority, dus in ons land, de GGD. En Nederland gaat dat dus ook niet doen. Wij hebben bij de ontwikkeling en de bouw een aantal dingen voorop gezet. Dus informatieveiligheid, toegankelijkheid, privacy en dan pas wat de app echt doet. Eigenlijk is het een superdomme app. Hij weet niet wie je bent, hij weet niet waar je bent, hij weet niet wat je doet. Dus hij verwerkt nauwelijks persoonsgegevens. Pas op het moment dat er sprake is van het melden van dobbelstenen uit een besmettelijke periode, is er sprake van een persoonsgegeven. Daarvoor is er sprake van willekeurige dobbelstenen. Wij hebben de app beproefd in 5 GGD-regio's. De laatste stand die ik vanochtend gevraagd heb, is dat er nu 60 mensen met hulp van de GGD een besmetting hebben gemeld in de app. En dat betekent dat het aantal notificaties ook zal zijn opgelopen. En tegelijkertijd, omdat niemand weet wie er een waarschuwing heeft gekregen, kun je dat alleen afgeleid ontdekken door of mensen te interviewen of af te gaan op de mensen die een test aanvragen of contact opnemen met de GGD. In de testperiode van 2 weken hadden 412 mensen een test aangevraagd. Een deel daarvan kwam ook buiten de testregio's. Dat is veel in vergelijking met het aantal besmette personen die dat hadden gemeld in de app op dat moment. Dat waren er 8. En dat was ook het geval in andere landen die begonnen deze app te introduceren. Waarschijnlijk onder meer omdat het melden van de waarschuwing in de app op dit moment leidt tot een test zonder klachten. Dus in het begin was er sprake van veel mensen die zeiden een notificatie te hebben gehad. Als het goed is gaat dat afvlakken. Dat heeft het ook in Ierland gedaan, waar in de eerste weken sprake was van 50 mensen per besmet contact of per besmet gemeld persoon. En dat daalde naar rond de 15. Het aantal downloads op dit moment is relatief stabiel rond de 1,1 miljoen. Het was heel hoog in de eerste periode, ook hoog in de, het steeg sterk in de periode dat de testregio's, de praktijkregio's, die 5 GGD-regio's aan de gang gingen. En met de relatieve luwte in de communicatie op dit moment is het stabiel rond de 1,1, 1,2 miljoen. In de praktijktest is ook een uitvoeringstoets gedaan om te kijken wat de gevolgen zouden zijn voor de GGD. De GGD moet immers, als iemand positief is getest en dat wil, in het laatste stukje van het gesprek over bron en contact vragen of ze willen of iemand geholpen wil worden bij het invoeren van die positieve test in de app. Dat blijkt enkele minuten per contact te kosten of per index te kosten. GGD'en vinden het ook wel ingewikkeld, omdat het natuurlijk aanvullend is en het niet onderdeel is van hun eigen opsporing. Dus een belangrijk deel van de mensen dat meldt, ik heb een notificatie gehad, kwam niet uit bron- en contactonderzoek naar voren. Er is een overlap, maar die overlap is niet 100%. En dat betekent dus dat ook een deel van hun werk aangevuld wordt door iets automatisch. Er blijkt bij de GGD een beperkt draagvlak voor testen zonder klachten. En dat is nu wel op dit moment de aanpak vanwege het onderzoek dat gedaan wordt. En ook dat komt vanwege de verwachte opdruk op de teststraten en het werk. En testen zonder klachten vereist dat je een afspraak kunt maken over enige dagen na het risicovolle contact. Want het heeft niet direct zin. Dus je moet een afspraak kunnen maken op een bepaalde datum. En ook dat is nog ingewikkeld in de ICT-systemen van de GGD. In de testregio's is de
vraag naar testen in de weken dat de teststaten flink gestegen. En flink meer gestegen dan in andere regio's. En tegelijkertijd waren er maar 412 mensen die zeiden ik wil een test omdat ik een bericht heb gehad van de app. Dus het meest waarschijnlijk is dat de aandacht in de regio's heeft geleid tot meer aandacht voor corona. En dus ook meer aandacht voor als ik klachten heb, dan laat ik me testen. Tegelijkertijd is het dus waar dat de introductie van de app in deze regio's zeker in het begin heeft gezorgd voor een behoorlijke testtoename. Ook in vergelijking met de rest van het land, 53% in de testregio's en 29% in de andere regio's. Vandaar dat testen zonder klachten een van de belangrijkste discussiepunten is geweest de afgelopen weken. Dat we dat doen is mede op advies van de begeleidingscommissie die we hebben ingesteld. Die zegt het is verstandig om te testen zonder klachten in het kader van onderzoek, omdat je wellicht dan toch meer asymptomatische mensen opspoort die toch anderen kunnen besmetten. En het is verstandig om te kijken of mensen dan het handelingsadvies om op zichzelf te letten beter opvolgen. Maar testen zonder klachten staat nog niet in de richtlijnen. En is nog alleen onderdeel van onderzoek. En dat betekent dat het voornemen is om dat bij landelijke introductie van de app, en dat kan op het moment pas dat de wet in werking is, om dan terug te gaan naar de op dat moment geldende richtlijn voor nauwe contacten. Als dat is testen zonder klachten, dan blijft de app testen zonder klachten. Als dat anders is, dan zal de app het handelingsadvies van nauwe contacten bevatten, zoals op dat moment in de richtlijnen, de LCI-richtlijnen van het RIVM. Ik zei al aan het begin, er is alleen simulatiebewijs voor een app als deze. En dat betekent dat we, en met ons alle andere landen die bezig zijn, en de onderzoekers die dat gaan doen, werken ook samen met die Europese landen, dat bewijs in de praktijk moeten gaan verzamelen. Als dat niet blijkt te bestaan, wordt de app gestopt. Dat is al enkele keren ook aan de Tweede Kamer gemeld. En dat betekent dus dat er een doorlopende evaluatie wordt gestart om te onderzoeken. Qua data is dat ingewikkeld, want we weten niet wie een notificatie krijgt. Dus de onderzoekers zullen daar ingenieuze oplossingen voor moeten bedenken. Er wordt onder meer gekeken naar adoptie. Hoeveel mensen doen eigenlijk mee? Naar gebruik. Doen mensen er echt iets mee? Naar de direct beoogde effecten. Onderbreken we echt infectieketens doordat mensen handelingsadvies opvolgen? Naar indirect beoogd, namelijk leidt dat ook tot een lagere reproductiefactor. En tegelijkertijd natuurlijk ook een niet beoogd effect. Wat doet het maatschappelijk? Of leidt het bijvoorbeeld tot een vals gevoel van veiligheid? In de Tweede Kamerbehandeling is daarbij een motie aangenomen van het lid Middendorp die extra aandacht vraagt voor die nadelige effecten en extra aandacht voor het effect op capaciteit en aanzien van testen, testbereidheid en quarantainebereidheid. En om daarover, zeker in het begin, heel frequent, maar tenminste maandelijks te rapporteren. Tot slot, de wet. Een wet met 3 artikelen. Een tijdelijke wet. Beoogd om 2 zaken te regelen. De European Board van Data Protection Organisaties, dus de vereniging van autoriteiten en toezichthouders, ze heeft het standpunt dat toestemming een mogelijke grondslag is voor een app als deze, maar een wettelijke grondslag wenselijk is. De 10 landen die ons voorgaan werken op basis van toestemming. Maar beoogd was al in de tijdelijke wet die voor de zomer werd gepresenteerd om ook de wettelijke grondslag te borgen. Dat deel van de tijdelijke wet is eruit gehaald en is een aparte wet geworden, mede op advies van de Raad van State. En daarna nogmaals bij de Raad van State voor advies ingediend. De grondslag is een taak van algemeen belang, volgens de AVG. Voor de GGD is dat bron- en contactopsporing. En voor de minister is dat leiding geven aan infectieziektebestrijding. Wat de tijdelijke appwet doet, zoals die in de volksmond is gaan heten,
is het expliciteren van die grondslag. Er mag ook een app, er mag een digitaal middel worden gebruikt in het doen van bron- en contactopsporing. Dat is de grondslag die deze tijdelijke wet doet. En het mag alleen ten behoeve van de bestrijding van COVID en daarmee tijdelijk. Waarbij tegelijkertijd in de praktijktest met toestemming wordt gewerkt, net als in de landen die ons voorgingen. Omdat juridisch ook toestemming een mogelijke grondslag is. Ja. Hoewel de autoriteit persoonsgegevens dit theoretisch denkbaar, maar minder passend vindt, zegt ook de Raad van State in haar advies dat de wet wenselijk is, maar toestemming ook een grondslag kan zijn. Dus op dit moment wordt gewerkt op basis van toestemming. Maar tegelijkertijd heeft het kabinet mede vanwege dat advies van de AP besloten om het expliciteren van de grondslag dat voor de zomer al was beoogd in de tijdelijke wet, versneld richting de Tweede Kamer en uw Kamer te brengen. Waarbij overigens ook na inwerkingtreding van de wet de app expliciet om toestemming zal blijven vragen. Eén, omdat dat het vrijwillig gebruik nogmaals borgt en expliciteert. En twee, vanuit verplichtingen uit de telecomwet. De tweede bepaling die de wet aanbrengt is een bepaling die misbruik verbiedt. Ook nu is misbruik niet toegestaan, maar het halen van je gelijk is echt ingewikkeld. Deze explicitering maakt dat veel duidelijker is dat alle misbruik niet is toegestaan. En waar je nou toe kunt en naar welke toezichthouder je toe kunt op het moment dat je toch vindt dat er sprake is van overtreding, waarbij misbruik heel ruim moet worden opgevat. Het is ook verleiden om te doen. Het is ook verleiden om niet te doen. Dus alle vormen waarin drang of dwang wordt toegepast op het al dan niet bezitten, gebruiken, laten zien van de app, zijn straks bij wet verboden. En tenslotte, dan ben ik klaar. Na amendering in de Tweede Kamer is er sprake van 4 wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel dat was ingediend. Het ruime bereik van de bepaling is geëxpliciteerd en in de wet gebracht. Dus niet alleen in de memorie. Er is een expliciet verbod toegepast op iets wat eigenlijk ook al niet mag, maar nu ook geëxpliciteerd is. Als iemand meldt, ik ben besmet, zit daar, want zo werkt internet nou eenmaal, altijd een afzendadres bij. Dat afzendadres mag nooit worden gekoppeld aan personen. Dat is overigens ook al verboden, maar dat is nog een keer geëxpliciteerd. Er is vooruitlopend op Europese ontwikkelingen waarin apps in de toekomst over enige tijd wellicht ook met elkaar kunnen samenwerken, dat ik kan kiezen na verblijf in Italië om ook de Italiaanse codes op mijn telefoon op te halen en te vergelijken. Dus een extra bepaling dat die interoperabiliteit kan worden geregeld als dat het geval is. En tot slot is de vervalbepaling van 6 naar 3 maanden gegaan, maar de verlenging van 2 naar 3 maanden na amendering in de Tweede Kamer. Dat was mijn inleiding, dank u wel. Veel dank voor het duidelijke verhaal. Het voorstel is om iedereen de gelegenheid te geven om een vraag te stellen, waarbij ik nogmaals benadruk dat dat feitelijke vragen zijn en tot feitelijke antwoorden kunnen leiden. Ik stel voor dat we dat in dezelfde volgorde doen die we net hebben gehanteerd. Dus mevrouw Bredenoord, misschien dat u wil beginnen en dan maken we het rondje af en dan kunt u daarna reageren. Om het een beetje technisch te houden, in eerste instantie vroeg ik me af, hebben Apple en Google ook geen enkele toegang tot metadata? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. En ten tweede, wordt er verder door de data verder nog gebruikt voor onderzoeksstatistiek of andere manieren om verder data voor onderzoek te genereren? Ik heb vast ook nog een andere vraag, maar dit is wat, laat me zeggen, het eerste. Waarschijnlijk hebben we nog wat tijd voor een tweede ronde. Dank u wel. Nicolai? Dank u wel, voorzitter. Twee hele kleine vraagjes. Ik heb gekeken in het
de ethische rapportage. En daar komen een aantal dingen in voor. Er staat onder andere, er moet onderzocht worden of de platforms van Google en Apple bepaalde gebruiksgegevens van de apps verzamelen. Mijn vraag is gewoon feitelijk, is dat gebeurd? De app dient daadwerkelijk uitgeschakeld te kunnen worden. Ik dacht er iets over te horen, maar ik had het niet helemaal begrepen. Klopt dat daar? Als de enige mogelijkheid voor gebruikers is om de app geheel te deinstalleren, indien zij de app op enig moment niet aan willen hebben, is de app niet echt vrijwillig. Dus hij moet echt uitgeschakeld kunnen worden. En dan tot slot een meer juridische vraag. Op bladzijde 11 van die rapportage wordt eigenlijk gezegd, ja, er is eigenlijk helemaal geen toestemming nodig. Als ik in de wet kijk, zie ik ook nergens dat er toestemming gevraagd moet worden. Je installeert hem of je installeert hem niet. Heb je hem geïnstalleerd, dan is eigenlijk door de wet daarin meegenomen dat de betrokkenen daarmee akkoord gaat dat de contactcodes worden gedeeld. Dat is ook het punt wat daar aan de orde wordt gesteld. Ook hier is het vragen van consent niet vereist omdat onder de AVG, omdat voor de dataverwerking via de app een wettelijke grondslag bestaat. In feite is het vragen van toestemming hier dus verwarrend. Daar wil ik toch wel graag duidelijkheid over. Is er nou toestemming nodig of niet? Of is die gewoon ingebakken in het gebruik daarvan? Want de suggestie is een beetje dat je de GGD vervolgens aan jou gaat vragen. Volgens mij was de vraag, meneer Nicolai, volgens mij was die helder. Helder, dat waren uw vragen. Mevrouw Nooren. Dankjewel, dank voor de heldere presentatie, heel fijn. Ik heb twee vragen, één over de techniek. Want u zei even, ja, als hij in de broekzak zit, ik denk dan of in de tas. Dus de bruikbaarheid van de app versus de plek waar de mobiele telefoon is, dat ging mij iets te snel. Hoe zit dat nou precies om die waarde van die app in te schatten? En het tweede deel was me ook niet helemaal duidelijk, de discussie over testen zonder klachten. Omdat we niet iedereen willen dwingen om de app te downloaden, dat die voordeel heeft in het kader van de wet gelijke behandeling. Ten opzichte van mensen die opgespoord worden zonder klachten in bron- en contactonderzoek. En wat is nou precies, na alle afwegingen, het eindstandpunt wat daarin zit, zeg maar? Dus wordt er straks door de app een andere positie ingekozen dan iemand anders die zonder klachten opspoort in bron- en contactonderzoek? Dank u wel, heer Van Kesteren. Ja, dank u wel, voorzitter. Drie vragen. Die notificaties die kunnen leiden tot een test. En dan, dat doet de GGD, is dat enkel die PCR-test die gebruikt wordt of zijn er ook andere testen? Tweede vraag is dat er afspraken zijn met Apple en Google om die coronamelder niet voor andere doeleinden te gebruiken. Maar zijn die afspraken, liggen die ook schriftelijk vast? En hoe worden die gecontroleerd en door wie? En de laatste vraag is dat de gegenereerde gegevens, die worden na 14 dagen verwijderd. En mijn vraag is, waarom kan dat niet per direct? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Boer. Ja, ik heb niet veel technische vragen. Wel nog even de bevestiging, want dat viel me heel erg op, dat eigenlijk het nut van die app, als je even naar de kern gaat, eigenlijk vooral is dat er sneller genotificeerd wordt, omdat het, ik begrijp toch goed dat het geen lastenverlichting voor de GGD met zich meebrengt, omdat de GGD niet weet wie die melding al gehad hebben, dus dat ze toch nog steeds iedereen moeten gaan afbellen in het bron- en contactonderzoek. Dus dat het eigenlijk vooral de snelheid de nut en noodzaak is. Dank u wel, mevrouw Gerkens. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Begrijp ik het goed? U zegt, ieder kwartier wordt er een nieuwe code gemaakt. En wanneer je in de buurt van een dergelijke code bent geweest, wordt je genotificeerd. Of je moet in ieder geval, die codes moeten op een zeker moment met elkaar praten. Maar dat betekent dus dat als er ieder kwartier een code wordt gemaakt, die code, oude code, wordt opgeslagen, omdat je toch moet praten met elkaar of een van die codes in de buurt is geweest. En mijn vraag is dan, in hoeverre zit het dan met de veiligheid? Omdat we weten dat Bluetooth toch wel redelijk onveilig is. Dat is redelijk goed hackbaar. En zeker als je hem aan moet hebben laten staan. Zijn die codes dan gehashed? Zijn die hashes gesold? Of gebeurt dat niet? Zijn die codes dus inderdaad wel van de telefoon af te krijgen? En ik ben toch nog niet zo helemaal
van overtuigd. U zegt, ja, Google en Apple zijn geen verwerkers of er is geen sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Er is in ieder geval sprake van verwerking van data. Dat kan niet anders, want anders heb ik niet die communicatie. Ik heb die app op mijn telefoon, dus op een of andere manier weet Google of Apple dat ik die app op mijn telefoon heb. Dus zou u nog eens kunnen uitleggen waarom er volgens u geen sprake is van verwerking van data? Het kan zijn dat het niet tot persoonherleidbaar gegevens is, maar volgens mij moet er dan toch nog een verwerkersovereenkomst zijn. En de laatste vraag op dat punt is, ja, u zegt er is een overeenkomst onder de voorwaarden die gesteld zijn, maar het is toch zo dat Google en Apple ieder moment eenzijdig die voorwaarden kunnen wijzigen. Wij hebben daar toch verder geen macht meer op. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gerkens. De heer Gerbrandy. Dank u wel. Is het juist om te constateren dat de testcapaciteit van de GGD's het succes van deze app bepalen? Ik heb begrepen dat er 101,1 miljoen downloads zijn. Er zijn 412 mensen die zijn genotificeerd. Dus als je dat op 17 miljoen mensen doet, dan krijg je een 8000 mensen die een notificatie hebben. En dan kan het toch niet zo zijn dat er geen capaciteit is bij de GGD's. Zou u daarop willen reageren? Ja, meneer Gerbrandy, ik geloof dat de testcapaciteit van de GGD een beetje een politieke vraag is. Maar u vraagt volgens mij de eerste vraag, hoorde ik u formuleren, wat de relatie is. Ja, en of het succes van de app ook afhangt van de testcapaciteit. Helder, dank u wel. Meneer Van Pareren. Ja, dank u, voorzitter. Er zijn natuurlijk heel veel vragen te stellen hierover, maar ik zal het even beperken. Voor mij gaat het even over de effectiviteit van de app en de veiligheid van de app. De eerste vraag is, er zijn 670.000 geschatte oudere mensen die geen mogelijkheid hebben, die geen smartphone hebben. Ik hoor dat daarnaast nog heel veel ouderen zijn die de iPhone hebben gekregen van kinderen die niet werkt op deze app. Dus de meest kwetsbare groep, die wordt eigenlijk niet afgedekt. Hoe kijkt u daarnaar? Wat betreft de veiligheid daarnaast even. Ik mis helemaal de Huawei app-mogelijkheid. Dat is een telefoon die 380.000 gebruikers ongeveer heeft in Nederland, maar die niet meer op het Google-platform mag werken, of Android heet dat platform, omdat daar Chinese nieuwsgierigheid in vermoed wordt. Daarnaast is het zo, dat is even het punt, want gisteren was er een uitgebreide EU-conferentie over de pandemie, zoals die nog steeds genoemd wordt. En in die conferentie werd ook de smart app, of de app genoemd, de corona-app. Alleen daar spraken ze erover, en dat bevreemde mij, daar heb ik ook vragen gesteld, maar geen duidelijk antwoord op gekregen. Daar spraken ze over dat die app-uitwisseling, waar u ook over spreekt, tussen de verschillende landen, veel meer informatie uitwisselt dan hier in Nederland wordt aangegeven. Dus daar wordt veel persoonlijke informatie. Dus dat vond ik even jammer. En een hele praktische vraag. Ik heb hem geladen op een telefoon om te kijken wat er nou is. Is het alleen in de Nederlandse taal? Of komt het ook in het Arabisch of in het Hindoestaans? Engels? Nou, noem maar wat talen. Dus we hebben nogal 200, geloof ik, 11 verschillende nationaliteiten in Nederland. Dus we willen het echt dekken. En juist ook in bepaalde groepen is de besmetbaarheid groot. En wat betreft de veiligheid, de appathon heeft u gehouden toen dat weekend. Is er ook een hackathon gehouden om eens goed na te gaan of die wel waterdicht is, die app. Dank u wel, de heer Van Pareren. Mevrouw Baaien. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heldere uiteenzetting. Ik kom nog even terug op wat de heer Roosendaal opmerkte over de Oxford University onderzoek, waarbij inderdaad in eerste instantie 60% werd aangegeven, hè, dat het dan alleen succesvol zou zijn als 60% van de bevolking zo'n app zou downloaden. Als ik het goed heb begrepen, zegt u, nou, dat percentage zou ook gehaald worden bij 15%. Maar ik vind daar nog een groot verschil tussen zitten. En dan haak ik even aan op datgene wat de vorige spreker naar voren haalt, dat heel veel mensen natuurlijk niet in staat zijn om zo'n app te downloaden. Dan is mijn vraag dat een app die gedownload is, hè, bijvoorbeeld de Duitse app, die is niet werkzaam in Nederland. Is het mogelijk om diverse corona-apps van verschillende Europese landen naast elkaar op de telefoon te downloaden, gelet op het reizen van mensen? En dan, maar ik weet niet of dat in de tweede ronde dan komt, over de bewaartermijnen
van gegevens. In de memorie van toelichting wordt met name herhaaldelijk gebruikt gesteld dat maximaal 14 dagen gegevens bewaard worden. Geldt dat ook op het moment dat gegevens die verzameld worden wanneer er een match is, maar ook wanneer geen match is? Blijven dan ook de gegevens nog 14 dagen bewaard? Dat is tot dusver even. Dank u wel, de heer Verkerk. Ja, als eerste ook heel hartelijk dank voor de heel duidelijke uitleg. Dank u wel, fijn. Toen wij hier een deskundige bijeenkomst hadden over de wet digitale overheid, werd opgemerkt dat voor veiligheid twee principes of twee normen gigantisch belangrijk waren. Privacy by design en open source. Nu heeft u al het een en ander daarover gezegd, maar ik zou graag willen vragen of u beide dingen nog iets kunt toelichten. Het tweede is voor mij rond de GGD. Hoe koppelen zij de codes? Als ik bel dat ik corona heb en ik heb mijn app, hoe gaat het dan verder? Als derde, in het document over ethiek stond vanuit ethisch oogpunt mag je het pas implementeren als al alle randvoorwaarden voldaan is. En ik stel dit als een feitelijke vraag, niet als een politieke vraag. Vindt u dat aan alle randvoorwaarden die in het ethiekstuk staan voldaan is? Vindt u ja of nee? En als laatste, als we toch gaan kijken naar in welke taal de app zou moeten, dan zou ik zeker voorstellen om ook in het Limburgs te doen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Verkerk. Meneer Otte. Ja, dank voorzitter. Dank voor de toelichting. Wij zijn nogal sceptisch over deze app en we zien het ook vooral als een politiek labmiddel voor het falende testbeleid van minister De Jonge. Een technische vraag, meneer Otte. Daarom mijn technische vraag, voorzitter. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een relatie met het testen, want anders heeft het allemaal geen zin. Twee vragen. Hoeveel mensen denkt u dat dit gaan gebruiken? Want het stagneert nu ongeveer op 1 miljoen, begrijp ik. Hoeveel zijn er nodig om het effectief te laten zijn? En een belangrijke vraag. Een van onze favoriete overheidsinstellingen is het BIT, het bureau ICT-toetsing, die heel veel mislukte ICT-projecten heeft geanalyseerd en ook vaak waarschuwd voor problemen. Gezien de track record van de overheid met ICT-projecten, is het BIT hier ook in gekend en is daar een evaluatie of een advies over gegeven? Dat is mijn vraag. Dank. Dank u wel. De heer Van den Burg, geen vragen. Dan heeft u een aantal vragen te gaan. Gaat u gang. Dank u wel. Dan hoop ik dat waar ik ze niet correct interpreteerde vraag, dat ik daarop gecorrigeerd word. Ik ga ze in volgorde af, als u het goed vindt. En ik laat alleen de juridische vragen over voor Laura in tweede instantie. Allereerst hebben Apple en Google toegang tot meta-informatie. Daarbij is het denk ik belangrijk om te constateren dat deze app van alle apps die iedereen op de telefoon heeft het allerdomst is. Dus ja, Apple en Google hebben heel veel informatie vanwege het feit dat ze de telefoons verkopen. Er is nauwelijks meta-informatie die uit deze app volgt, anders dan dat ik de app gebruik. En dat in een zekere periode, omdat ik de app gebruik, ook dobbelsteencodes zijn uitgezonden. Er is in Nederland, of er is in Europa één land dat ook statistiek verzamelt in de app. En daar expliciet een aparte toestemming voor vraagt, dat is Ierland. Voor het overige verzamelt ook geen enkele geïmplementeerde app op dit moment. En ook corona melden niet statistische informatie. Dus er is geen enkele vorm van statistische informatie die wordt verzameld. En daarmee bijvoorbeeld aan de GGD wordt verstrekt naar hoeveel mensen gebruiken hem eigenlijk. En dat betekent dat die statistiek ook niet te maken is. Anders dan dat hetgeen Apple en Google sowieso al zeggen over hoeveel mensen hebben hem uit de App Store gedownload, komt er uit de app geen enkele vorm van statistiek. En dat betekent ook dat onderzoek naar gebruiksgegevens niet mogelijk is. Dat is de keerzijde van privacy by design, zoals een aantal andere leden ook zeiden. De keerzijde van niets willen weten, is dat je niets kunt weten. En dat het onderzoek naar bijvoorbeeld gebruik
niet mogelijk is. Overigens ook voor Apple en Google niet. En ja, het is mogelijk om de app uit te schakelen na afloop door ons. Dus de overheid kan beslissen dat hij niet meer werkt. De overheid kan hem niet van ieders telefoon halen. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen wel zorgen dat hij niets meer doet. Dus dat hij geen enkele vorm van waarschuwing meer kan geven, omdat aan onze kant niks meer gebeurt. De vraag over toestemming en de rol van toestemming laat ik over aan Laura voor later en of dat verwarrend is. Voorzitter, mijn vraag was een andere vraag. Mijn vraag was of degene die de app gedownload heeft, of die hem daadwerkelijk kan uitschakelen. Het antwoord daarop is ja. Je kunt hem op meerdere manieren uitschakelen. Je kunt kiezen om in de instellingen te zeggen, ik wil niet meer dat hij werkt. En je kunt hem van je telefoon verwijderen en dan doet hij niets meer. Dus allebei kan. Maar ik denk wat mijn collega vooral doet op die pauzeknop. Dus dat je hem tijdelijk voor een paar uur uit kan zetten. Nou, het ingewikkelde van de pauzeknop bevat hier nog niet om een aantal redenen. Eén is, de app is zo toegankelijk mogelijk. En zo toegankelijk mogelijk betekent geen functies die verwarrend kunnen zijn. De pauzeknop inbouwen is op dit moment technisch heel ingewikkeld, omdat die door Apple en Google, dan moet je namelijk in het besturingssysteem iets uitzetten. En we hebben gesprekken met Apple en Google over hoe dat gebruiksvriendelijk toch zou kunnen. Daarbij zou ik gelijk de vraag over de talen beantwoorden. Op dit moment bevat coronamelder 10 talen, maar geen taalinstelling. Omdat uit toegankelijkheidstesten blijkt dat dat best ingewikkeld is voor een deel van de samenleving. En wat er dus gebeurt is dat de taalinstelling van de telefoon wordt gebruikt. En er zit ook Arabisch in, bijvoorbeeld. Wij wilden heel graag in ieder geval alle landstalen, waaronder dus Fries. Maar Fries is helaas geen taalinstelling in de meeste telefoons. Dus op dit moment is het zo dat coronamelder volgt de instelling van de telefoon. En als die Nederlands is, is die Nederlands. En als die Duits is, is die Duits. En als die Arabisch is, is die Arabisch. Dat gebeurt nu met 10 talen. Er wordt wel gekeken of het toch op een andere manier, bijvoorbeeld voor Fries, kan. De vraag over voordeel van de app versus niet-app gebruikers, dus het gaat om handelingsperspectief. Ik heb u meegenomen in het feit dat het standpunt is dat straks als de app landelijk wordt geïntroduceerd, hij de richtlijnen volgt volgens de LCI-richtlijn. En dat betekent dat als in die LCI-richtlijn onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde groepen en handelingsperspectief, dat wellicht dat in de app zit. Maar dus geen verschil zal zijn in handelingsperspectief, alleen maar puur en gebaseerd op het hebben van de app voor nauwe contacten. De vraag naar PCR-testen, de test die de GGD aanbiedt, daar gaat het om. En of die PCR is aan de GGD. Hoe de afspraken schriftelijk zijn. Ja, de licentievoorwaarden die door de Nederlandse overheid zijn geaccordeerd of zijn geaccepteerd, zijn schriftelijk. Controle vindt op een heel veel manieren plaats bij auditen. Maar bijvoorbeeld de Europese Commissie heeft opdracht gegeven om de broncode van Apple en Google volledig te doorzoeken die ze hebben beschikbaar gemaakt op onwenselijke functionaliteit. Dus ook de Europese Unie en de Europese Commissie proberen vast te stellen dat zeker is dat er geen gebruik wordt gemaakt van onwenselijke functionaliteit. Ik geloof mevrouw Noeren, u wil nog wat vragen? Ja, ik had een technische vraag gesteld over het gebruik van app als je hem in je zak en je tas. En u ging er heel snel overheen. Terwijl dat natuurlijk over de werkzaamheid u heeft gelijk. Essentieel is. Nee, sorry, ik sloeg één geen probleem. Vraag over. Wat de app doet is vaststellen dat je nabij bent op basis van de sterkte van een Bluetooth signaal. Waarbij wordt gekeken hoe hard werd het signaal geschreeuwd en hoe hard werd het gehoord. Daarmee worden bijvoorbeeld muren, ramen, deuren uitgefilterd. Maar tegelijkertijd, als ik mijn telefoon heb in een tas waar heel veel apparaten in zitten, is het dus heel goed mogelijk dat dat wordt ervaren als ver weg, maar dat het feitelijk dichtbij was. Dat klopt. Dus dit soort technologie leidt nooit tot 100% zekerheid. In ongeveer rond de 3/4 van de gevallen wordt die nabijheid terecht geconcludeerd. De conclusie is in een kwart niet.
Waarom worden gegevens pas na 14 dagen verwijderd, was een vraag. En dat is omdat op het moment dat mensen zich testen, ze al enige tijd besmettelijk waren voor anderen. En op advies van wetenschappers, GGD en het RIVM is de maximale periode waarin gegevens bewaard blijven daarom op 14 dagen gesteld. Want als iemand zegt, ik had eigenlijk al een week klachten, bijvoorbeeld, dan is de eerste dag waarop die klachten ervaren worden bepalend voor de periode waarin iemand besmettelijk was. En dat betekent dat alle ontvangen dobbelsteencodes 14 dagen worden bewaard. En daarna worden verwijderd omdat er op dat moment geen sprake meer is van risico. De vraag is ook gesteld of het reguliere werk van de GGD ontlast en het antwoord daarop is nee. Want in het reguliere werk zal gewoon doorgaan. Ze blijven mensen bellen, wat heeft u precies gedaan? En wat het oplevert is meer mensen en snelle mensen. Dus snelle mensen, omdat direct na invoeren van een positief resultaat andere mensen kunnen worden gewaarschuwd. En meer mensen, omdat ook mensen die je niet herinnert of niet kent, een waarschuwing kunnen krijgen. Tegelijkertijd, het gewone reguliere werk van de GGD gaat gewoon door. En dat maakt dat dit voor hen terecht ook niet ervaren wordt als een lastenverlichtende app. We zijn in gesprek met de GGD over verdere ondersteuning van het reguliere werk. Maar deze app is niet ontlastend. Het leidt wellicht tot meer testen. Het helpt de infectieziektebestrijding als het inderdaad meer mensen sneller opspoort. Maar het helpt de GGD niet in hun noeste werk om bron- en contactopsporing te doen. De vraag, worden die oude codes 14 dagen veilig opgeslagen? Ja. Verwerken Apple en Google data? Ja. Maar geen persoonsgegevens. Het blijft op de telefoon. En ze verwerken het binnen de telefoon. Dus ze verwerken data, dat is correct. Al die dobbelsteencodes worden verwerkt. Maar geen persoonsgegevens. Kunnen Apple en Google eenzijdig de overeenkomst wijzigen? Antwoord is ja. En als dat tegen de kaders en wensen van Nederland ingaat, zal Nederland de app dus stoppen. Dat is de keerzijde van het niet eens zijn met eenzijdig gewijzigde voorwaarden. Op dit moment zijn die voorwaarden heel stringent. En op het moment dat Nederland dus tegen die voorwaarden ingaat, bijvoorbeeld toch locatie verwerken, of bijvoorbeeld toch persoonsgegevens buiten de app verstrekken, dan wordt de app door Apple en Google uit de appstores gehaald. Want wij hebben er getekend dat we dat niet doen. Wordt overigens ook door hen getest. Bepaalt de testcapaciteit ook het succes van de app? In algemene zin is er een relatie tussen testcapaciteit en deze app. En die relatie is tweeledig. Als je positief wordt getest, kun je dat ingeven in de app. Dus de capaciteit van bron- en contactopsporing vergt een paar minuten meer per index, omdat je personen die dat willen helpt bij dat in de app stoppen. En het kan leiden tot meer mensen die denken, ik kan mijn klachten nu ineens wel relateren aan wellicht toch corona. En het blijkt in de eerste onderzoeken dat best een grote groep is. Mensen die eerst dachten, het zal een verkoudheid zijn, en na notificatie denken, nou, misschien toch wel verstandig om het te testen. Dus er is inderdaad een relatie tussen testcapaciteit en deze app. Het is inderdaad correct dat er telefoons zijn waar de app niet op werkt. Dat is een correcte constatering. En in zekere zin voor het effect van de app, voor het uit simulaties gevonden effect, maakt een klein deel niet uit. En tegelijkertijd, ik deel uw constatering dat niet iedereen over een telefoon beschikt die de app kan gebruiken. Van de 1,8 miljoen Huawei gebruikers kunnen ongeveer 5000 hem niet gebruiken, omdat die niet over die App Store beschikken, de Google Store. En daar wordt nu met Huawei overleg over gevoerd dat ook die mensen dat kunnen. De internationale uitwisseling, daar komt ook een PIA op. En het is beoogd om niets meer uit te wisselen dan minimaal noodzakelijk, zoals Nederland ook doet. Er zijn inderdaad landen die iets meer informatie verwerken dan Nederland doet. Wij zullen alleen bij de minimale informatie blijven waar wij nu ook op staan.
talen, heb ik al gezegd, beantwoord, ook een hackathon. Dat niet, maar er zijn wel mensen uitgedaagd om beveiligingslekken te vinden. Er zal ook een zogenaamde bug bounty komen. Dat er ook daadwerkelijk wordt beloond, in welke vorm dan ook, voor het vinden van lekken. En wordt intensief getest. En dat zullen we blijven doen. Even kijken of ik aan het eind van dit plaatje was. Ik was aan het eind van dit plaatje. Wat bedoelt u met 60% versus de 15%? Het artikel van Oxford stelt op enig moment in het artikel, bij 60% gebruik, zegt ons model, zijn aanvullende maatregelen niet meer nodig. En ik geloof 2 of 3 zinnen later staat, bij 10-15% is al merkbaar effect in onze simulatie. Dus in hetzelfde artikel staat, bij 60% hoeft u niks anders te doen. Maar als u het doet en u haalt 10-15%, dan zegt ons model, wederom met simulatie, zegt ons model dat dat al merkbaar effect heeft op de verspreiding van de epidemie. Zijn apps naast elkaar werkzaam? Daarop is het antwoord ja, maar je kunt er maar 1 tegelijk gebruiken. Dus als je langere tijd in een ander land verblijft, dan kun je de app van het land gebruiken. Maar de Europese Commissie werkt nu aan die uitwisseling tussen landen waarin mensen zelf kunnen zeggen, ik was nu in een andere regio, haal ook de dobbelstenen op van besmette mensen uit die regio. En op dat moment maakt het dus niet meer uit welke app je gebruikt. Dan word je ook in een Nederlandse app gewaarschuwd als je in contact was met een in Duitsland of in Italië achteraf besmet gebleken persoon. Privacy by design en open source. Nou, open source vanaf het begin af aan is wat er nu gemaakt is in open source gemaakt. Dus het ministerie van VWS beschikt nu over wat de echte nerds een GitHub-account noemen. Namelijk een plek waar die code ook echt staat, waar die gevolgd kan worden, waar je verzoeken kunt doen voor wijziging. En die verzoeken voor wijziging zijn er veel geweest en een heel relevant deel daarvan is ook in het aan de code toegevoegd. Hetzelfde geldt voor privacy by design. Het is volledig in alle openheid ontwikkeld, dus technische dingen als het cryptografieraamwerk, dus hoe wordt alles versleuteld. Technische dingen als wat zijn de privacy uitgangspunten in de architectuur zijn allemaal online gemaakt. En ook allemaal online becommentarieerd. De vraag hoe de GGD de codes koppelt. Nou, eigenlijk doen ze dat niet. Maar de GGD weet natuurlijk wie besmet is. Want die hebben ze aan de telefoon. En ze sporen heel veel contacten op. En met heel veel persoonsgegevens van de besmette persoon zelf. Als de contacten. Wat de GGD feitelijk doet. Is een cijfer invoeren dat toegang geeft tot de deur van de GGD-server. Dus er komt een extra code op het cijferslot. En als er dobbelstenen binnenkomen die zijn gecodeerd met die code, gaat de deur open. En daarna heeft de GGD geen enkel idee meer van wie die codes waren. Dus ook dat stuk van het proces is zo privacyvriendelijk mogelijk vormgegeven. Om een voorbeeld te noemen, we zijn het enige land dat het zo doet. De meeste landen zenden een code naar de telefoon via sms. Maar dan moet je aan mensen vragen, wat is uw telefoonnummer? Dat vragen wij niet. De app genereert een code. Dat is de code die op het cijferslot van de deur past. En daarom weet de GGD-server dat dat een gevalideerde code is. Maar niet van wie die was. Dus ook daar zijn we heel ver gegaan in het zo maken dat je niet meer aan de code kunt zien van wie die was. Tegelijkertijd, de GGD weet natuurlijk wie besmet is, want ze hebben de testuitslagen. Dus dat de medewerker die belt, weet wie die aan de telefoon heeft. Ook Limburgs was de vraag. Ik zou het heel fijn vinden als dat een standaard taal werd, dan gaan we hem zeker doen. Ja, dus als er telefoons bestaan die dat ondersteunen, dan beloof ik u, gaan we ons uiterste best doen om dat te doen. Ook en te meer omdat ook die vertalingen voor een belangrijk deel zijn gedaan door de community. Dus er zijn vertalers die heel hard hebben gewerkt aan die vertalingen. Het enige wat wij hebben moeten doen is een vertaalbureau vragen om te checken of die inderdaad helemaal klopte. Dus ook dat werk, en Fries bijvoorbeeld, staat klaar. Door een hele grote groep Friesen die hebben gezegd, we gaan dat vertalen. Dus het is, de kracht van open source heeft er ook toe geleid dat die talen er zijn. En dat heel veel mensen hebben meegekeken op die vertaling.
Vindt u dat aan alle randvoorwaarden voldaan is? Het antwoord daarop is dat antwoord valt niet te geven. Wij doen ons uiterste best om aan alle randvoorwaarden te voldoen. Een deel van die randvoorwaarden zal in de praktijk moeten blijken dat het inderdaad echt zo werkt. En daarom is het ook zo dat ook de mensen van die ethische beproeving bijvoorbeeld meedoen aan de evaluatie, de doorlopende evaluatie. Omdat het zo cruciaal is dat die beproevingen door blijven gaan op het moment dat de app in de praktijk wordt gebruikt. Hoeveel mensen denkt u dat het gaan gebruiken? Nou, daar is het antwoord op, weet ik niet. We zitten nu op 1,2 miljoen ongeveer. Duitsland zit op 20%, Ierland op rond de 30%. Dat zijn aanzienlijke getallen. En het onderzoek uit Oxford suggereert dat bij 10-15% er al verschil zou moeten zijn op de reproductiefactor. Maar ook dat is simulatieonderzoek en zal dus empirisch in de praktijk moeten worden bewezen. En tenslotte de vraag, is het BID erin gekend? Ja, het BID is intensief betrokken geweest bij de appathon. En ik ben blij om te kunnen melden dat onze app, in tegenstelling tot die van andere landen, onder de 5 miljoen is gebleven qua ICT-kosten. En dat daarmee de formele BID-procedure niet in gang is gezet. Maar het BID heeft wel degelijk advies gegeven na de appathon en we hebben die adviezen geïncorporeerd in onze aanpak. Dan is er denk ik één vraag voor Laura. Ja, één vraag en nog twee kleine aanvullingen als dat mag. De vraag was, er is geen toestemming nodig als grondslag. Is het vragen van die toestemming dan niet verwarrend? Ik denk dat we dan twee dingen moeten onderscheiden. Het eerste is toestemming als grondslag voor de gegevensverwerking. Die is als het wetsvoorstel in werking is getreden inderdaad niet nodig, dat klopt. De AVG kent 6 verschillende grondslagen. Eén daarvan is toestemming, één daarvan is een taak van openbaar belang. En dit is een taak van openbaar belang. Dat neemt niet weg dat je daarnaast nog steeds toestemming kan vragen, al is het maar omdat je zeker wil weten dat mensen echt vrijwillig gebruik maken van de app. Dat is een reden waarom we dat doen. Daarnaast is er ook een juridische reden. Het artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, die vereist dat er toestemming wordt gevraagd op het moment dat er, even in mijn woorden, aan de hand van Bluetooth gegevens worden bijgehouden op een telefoon. Dat vereist dus dat er ook toestemming wordt gevraagd. En ook dat is een reden waarom we dat doen. Ik wilde een kleine aanvulling geven op de vraag over of Google echt geen verwerker is, Google en Apple. De AVG kent los van de betrokkenen uiteraard 3 entiteiten. De ene entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is degene die doelen en middelen van een verwerking vaststelt. Dat is in dit geval zijn dat de minister van VWS en de GGD'en. De andere entiteit is inderdaad een verwerker. Een verwerker is iemand die onder zeggenschap van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Zoals de heer Roosendaal al zei, verwerken Google en Apple geen persoonsgegevens. Maar ook als ze dat wel zouden doen, ze doen dat niet onder zeggenschap van de verwerkingsverantwoordelijke. Dus alleen al daarom zouden ze niet kunnen kwalificeren als verwerker in de zin van de AVG. Wat zij zijn is een derde in AVG-termen en dat is in dit geval een softwareleverancier die de software levert en ervoor zorgt dat de app werkt. En een andere kleine aanvulling op de interoperabiliteit, de uitwisseling met de andere Europese landen. Zoals de heer Roosendaal al zei, wij gaan geen andere gegevens uitwisselen dan we met de app al doen. Maar misschien ook goed om te vermelden dat de grondslag die daarvoor bij amendement is opgenomen in het wetsvoorstel zegt ook dat het alleen gaat om de in het kader van coronamelder verwerkte gegevens. Dus we kunnen ook geen andere gegevens uitwisselen dan de gegevens die we op dit moment met coronamelder verwerken. En die zijn dus heel beperkt, maar kan dus ook niet iets anders zijn. Dank u wel. Ik begrijp in ieder geval van de heer Van Pareren dat hij nog een vraag zou willen stellen, maar ik denk dat we met 20 minuten iedereen de gelegenheid kunnen geven om nog even na te denken over de zogenaamde tweede ronde. Dat moet dan wel ietsje sneller, anders dan halen we het niet. Mevrouw Bredenoord, heeft u behoefte aan nog een vraag? Ja, twee korte vragen. Wat ik niet helemaal begrijp is waarom het, als er toch al zoveel apps ook in andere landen zijn, waarom het niet mogelijk was om zo'n app eigenlijk over te nemen, waarom Nederland het zelf moest ontwikkelen. En is er
een vervalbepaling is er inhoudelijk gedefinieerd wanneer de app moet stoppen. De heer Nicolai, dank u wel. Ik heb dus goed begrepen, voorzitter, maar ik check het nog even. Er is dus niet een uit-aan knopje op de app. En de tweede is, dat is de discussie over de 60% of de 15%. Daar is gezegd dat bij 15% er al een merkbaar effect is. Maar een merkbaar effect is er ook natuurlijk als je 0,000 enzovoort effect hebt. Dus mijn vraag is, wat is dan dat merkbare effect? En dat is met name van belang, want het moet natuurlijk proportioneel zijn. Dus het merkbare effect moet ook zodanig zijn dat het zwaarwegend is. En dus wat is dat merkbare effect? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Nooren. Ik heb nog een vraag over de evaluatie. Kunt u ingaan op waar nou op geëvalueerd wordt? Dus en in de zin van welke thema's dan spelen? Ik heb wel dat ding van Twente en zo gelezen, maar hoe wordt dan gedefinieerd of de app werkt zoals beoogd? Dank u wel, de heer Van Kesteren. Geen behoefte. Mevrouw de Boek. Dank. Mijn twijfels over waar zitten de mogelijkheden dat er iets misgaat met privacy en data zitten niet zozeer in die app zelf, maar meer aan die GGD-kant. Want u merkte zelf ook al op, natuurlijk weet de GGD wie die aan de telefoon heeft om die positieve test door te geven en dus dat diegene die app gebruikt, want daar is communicatie over. Zijn er protocollen of afspraken of de GGD bijvoorbeeld in het medisch dossier noteert of iemand die app gebruikt en of daarover gecommuniceerd is? En ook aan de voorkant, als iemand komt om zich te laten testen door de GGD en zegt van hallo, ik heb een melding dat, of notificatie dat ik in contact met iemand geweest ben, daarom wil ik mij laten testen, wordt dat genoteerd in het medisch dossier van iemand? Of is dat verboden expliciet? Dank u wel. Mevrouw Gerkens. Ja, voorzitter, allereerst, ik moet zo naar CVS, dus ik verexcuseer me, maar er wordt meegeluisterd voor een antwoord op de vraag. En ik blijf nog een beetje discussiëren rondom of je dan wel of niet de verwerkersovereenkomst moet hebben. Ook al wordt er geen persoonsdata verwerkt, omdat je dan volgens mij in die verwerkersovereenkomst zegt, dit is wat we hebben als overeenkomst en er is geen persoonsdata. Naar personen herleidbare data moet ik zeggen. Mijn vraag is er überhaupt een DPIA gedaan waarin dit allemaal mee wordt genomen? Dank u wel. De heer Gerbrandy. Als je via de app een notificatie krijgt en je gaat je melden bij de GGD, er is geen capaciteit. Zou er dan een reden kunnen bestaan om voorrang te geven aan deze mensen? Dank u wel. De heer Van Pareren. Ja, dank u, voorzitter. Het is met name een juridische vraag. Ik hoorde ergens in de presentatie ook iets langskomen van de app is alleen bedoeld voor coronabestrijding. Juridisch vind ik dat erg breed, want ik kan dadelijk iemand uitvinden van, nou, als er nog een graadje dit en iets dat erbij komt, dan is het nog betere bestrijding van de corona. Dus dat is even de vraag. En een verduidelijking even bij de heer, overigens heldere antwoorden, bij de heer Roosendaal. Stel, we hebben augustus gehad, zomer, druk op de boulevard in Scheveningen en ik ben besmet en ik loop van de ene kant naar de boulevard en naar de andere kant en weer terug. Ik loop langs 1000 mensen. Betekent dat dan een soort chaos in meldingen? Hoe moet ik dat voorstellen? Want ik kan me voorstellen dat erg onrustig gaat worden op dat beeld. Dank u wel. Mevrouw Baaien. Dank u. U merkt al op, hè, de opbrengst en effecten van de coronamelder worden lopend geëvalueerd. Dat zal niet anders zijn dan in Duitsland. Nou, daar is begin juni de corona-app geïnstalleerd. En dan zie ik uit de laatste grafiek, die heb ik hier voor me liggen en die kan wellicht even aan u overhandigd worden, dat je zou verwachten dan door tijdige signalering van besmettingen, hè, want dat is het doel, dat is uiteindelijk het beoogde effect van de coronamelder om het aantal besmettingen te doen dalen, dat sinds augustus weer begint op te lopen. En dan vraag ik me wel even af van hoe verhoudt zich dan dit met het beoogde effect van de coronamelder. Dank u wel. De heer Verkerk. Nog twee kleine vraagjes. U noemde even dat ook de EU de broncodes van Apple en Google heeft gecheckt.
Nou, dat ging even heel snel. Misschien dat u dat nog een keer kunt uitleggen. En is er uit het praktijkonderzoek ook nog iets naar voren gekomen dat de app ook verkeerd gedrag stimuleert? Dus onveilig gedrag. Dank u wel. De heer Roosendaal, zou u antwoorden kunnen geven? Ja, waarom een eigen app? Die maar als eerste, om twee redenen. Want de app is niet zo ingewikkeld. De meeste code zit in de relatie met de GGD en die is in elk land anders. Dus hoe je testen invoert, et cetera. En we hebben bewust gekozen voor nog iets verdergaande privacymaatregelen dan de overige apps. En veel meer aandacht voor toegankelijkheid en taal bijvoorbeeld. Dus we hebben bewust gekozen voor een zo toegankelijk mogelijke app. Dus dat betekent dat de codes voor een deel overeenkomen. We hebben ook gewoon samengewerkt met die landen in die code. Maar het ingewikkeldste stuk, namelijk de GGD-kant, is helemaal Nederlands. En we hebben extra aandacht besteed aan een aantal onderwerpen die wij heel erg belangrijk vonden. Dan is de vraag, en een aantal van u heeft die vraag gesteld, wat is merkbaar effect? En voor alle landen die bezig zijn, is dat het ingewikkeldste te bepalen. Want wat zou de reproductiefactor in Duitsland zijn geweest zonder app? Dus niemand verwacht dat dit het instrument is dat ineens de reproductiefactor ver omlaag brengt, maar een onderdeel van de gereedschapskist. En dat betekent dat de bepaling op inhoud, bij die drie maandelijkse evaluatie, of zal worden verlengd of niet, op een aantal elementen zal gaan. Ik ga nog even terug. Het gaat over, wordt het gebruikt? Leidt het tot zinvol effect? Indirect en direct. Direct gaan mensen inderdaad het handelingsadvies toepassen wat ze krijgen. Indirect leidt dat ook tot een lagere reproductiefactor. En leidt het niet tot ongewenst gedrag? Leidt het tot, ik kan wel in de buurt van mensen komen en heel nabij zijn, want ik word dan achteraf gewaarschuwd. Dus als ik besmet word, weet ik dat in ieder geval. Nou, dat is een van de mogelijke gedragingen. Dat wordt uitgebreid onderzocht. En over ook al deze onderwerpen wordt Europees gepraat, omdat het belangrijk is dat we dat onderzoek met voldoende data doen. En dat met zinvolle indicatoren gebeurt. Dan de GGD-kant. De GGD registreert in het kader van bron- en contactopsporing heel veel. Bijvoorbeeld ook waarom iemand zelf contact opneemt. Bijvoorbeeld, ik heb gehoord dat mijn huisgenoot besmet is en u heeft mij nog niet gebeld, wat moet ik doen? Of mijn dochter is student en was op een feestje, daar is besmetting, wat moet ik doen? En de GGD registreert ook redenen waarom mensen bellen, waaronder dus ook, ik heb een waarschuwing gekregen van de app. Dat klopt. De grondslag daarvoor zit in de Wet Publieke Gezondheid en dat wordt geregistreerd en is daarmee ook een van de weinige manieren om een relatie te leggen tussen of mensen gewaarschuwd zijn en bijvoorbeeld positieve test. Waarbij overigens ook als mensen dat aan de telefoon zeggen niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze een waarschuwing hebben gehad. Dan moet je nog steeds uitgaan van vrijwilligheid en anonimiteit in dit geval. Is er een DPIA? Ja, was de vraag. Die DPIA, overigens op de rest van de vraag zal Laura ingaan. Die DPIA is voorgelegd aan de autoriteit persoonsgegevens. Daar werd hun advies op gebaseerd en daarna is die nog een keer aangepast en nog meegestuurd aan de Tweede Kamer. Is er een reden voor voorrang van appgebruikers? Nou, dat zal uit de richtlijnen voor bron- en contactopsporing moeten komen. Er zijn wetenschappers die bepalen wat de richtlijn is voor bron- en contactopsporing en dus ook voor waarschuwing van nauwe contacten, hoe dan ook gevonden. Als ik langs 1000 mensen loop, wat gebeurt er dan? Nou, als je al die 1000 mensen een kwartier lang binnen 1,5 meter blijft staan, dan worden ze gewaarschuwd. Allemaal. Want dat is namelijk een situatie die voor al die mensen wellicht risicovol was. Als je langs iemand fietst, als je langs iemand loopt, is er geen sprake van 15 minuten nabijheid. En die 15 minuten is heel makkelijk vast te stellen. Die nabijheid
dat zei ik eerder al, met techniek wat minder. Dus de kans dat je op een boulevard 15 minuten lang heel dichtbij 1000 mensen bent, is wat onwaarschijnlijk. Overigens is dit wel natuurlijk, want dit is een terechte vraag en hij leeft ook in de samenleving. Maar net als bij reguliere bron- en contactopsporing worden nauwe contacten opgespoord. En dat zijn mensen bij wie je 15 minuten lang, tenminste 15 minuten, op 1,5 meter was. Dan wat is de commissie eigenlijk aan het checken? Apple en Google zijn uitgebreid uitgedaagd om aan te tonen dat wat ze doen integer is. En alleen bedoeld om de epidemie te bestrijden. En op die uitdaging hebben ze uiteindelijk grote delen van de broncode van hoe dit werkt vrijgegeven. En die broncode wordt nu in opdracht van de Europese Commissie onderzocht door een Nederlandse organisatie, gespecialiseerd in het opsporen van terechte en onterechte functionaliteit in broncode. En tot slot wordt er ook naar verkeerd gedrag gekeken? Jazeker. Onbeoogde effecten zijn onderdeel van de doorlopende evaluatie. En dus zijn er ook intensief gedragswetenschappers betrokken, bijvoorbeeld, bij de evaluatie. En zal onder meer ook de gedragsunit van het RIVM dit onderdeel maken van hun reguliere, frequente onderzoek. De vraag was of er niet toch een verwerkersovereenkomst zou moeten worden gesloten. Meneer Nicolai, hierna de vraag weer even aan u, want ik zie volgens mij dat u wil interpreteren, of niet? Ja, ik... Op de antwoord van meneer Roosendaal. Ja, maar ik had Sorry. Even ja. een bevestiging gevraagd. Klopt het dat er dus geen knopje aan-uit op zit? Excuses. Op dit moment zit er geen aan-uitknop op. We zijn wel in overleg met Apple en Google of dat op zo'n manier kan, dat we het zo toegankelijk kunnen maken dat het echt voor iedereen bruikbaar is. Antwoord, nu nog niet. We zijn wel in overleg en we hopen van wel. Ja, u hoopt van wel, maar er is nog geen enkele zekerheid dat ontwikkeld wordt. Nee, maar op dit moment kunnen mensen wel zelf in hun telefoon aan- en uitzetten. Dus in de app nog niet, wel in de instellingen van de telefoon. Excuus mevrouw Gerlanda, gaat u gaan. De vraag of er niet toch een verwerkersovereenkomst zou moeten worden gesloten. Dat kan niet, omdat er geen sprake is van een verwerkerschap van Google en Apple. En op het moment dat er geen verwerker is, kan je ook geen verwerkersovereenkomst sluiten. Dat is ook betrokken in de DPIA. De AP heeft daar advies over gegeven en de AP maakt zich weliswaar zorgen over de rol van Apple en Google. Maar ook de AP zegt daarbij niet dat zij vinden dat Apple en Google een verwerker zijn. Er is ook een second opinion op de DPIA gedaan en die komt ook tot dezelfde conclusie dat Apple en Google geen verwerker zijn in de zin van de AVG. Dus het is in die zin juridisch niet mogelijk om een verwerkersovereenkomst te sluiten. De andere vraag is de app niet te breed omschreven in de wettekst. De wettekst gaat wel verder dan bestrijding van het virus. Er staat onder andere ook naar aanleiding van adviesraad, er staat heel specifiek wat de app doet. En dat is vroegtijdig zicht krijgen op een mogelijke infectie door bij te houden welke gebruikers in elkaars nabijheid zijn geweest en hen in voorkomende gevallen te waarschuwen. Heel veel specifieker dan dat kunnen we denk ik niet omschrijven wat het is wat de app doet. Dat waren volgens mij de juridische vragen. Meneer Van Pareren, volgens mij bedoelde u ook dat dit misschien voor andere virussen gebruikt zou kunnen worden of mutaties? Dat klopt. Er staat ook bij dat het gaat ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Dus, en ja, daarbij is het ook nog een wet die 3 maanden in principe gelding heeft en weliswaar kan worden verlengd. Maar elke verlenging moet, het KB daartoe moet weer worden voorgehangen aan beide kamers. Dus u kunt daar ook wel de minister over ter verantwoording roepen. Veel dank, de heer Roosendaal, mevrouw Gerlanda, voor uw antwoorden. We zijn aan de tijd gekomen. Mevrouw Baai, u wilde volgens mij nog een grafiek overhandigen aan de ambtenaren. Dat kan via de bode. Ja, die zal ik straks eventjes overhandigen. En daarin zie je dus weer de opleving in Duitsland van het aantal besmettingen, ondanks dat ze dus de coronamelder hebben
geïnstalleerd vanaf juni. Maar daar heeft u al een korte toelichting op gegeven dat ook de coronamelder natuurlijk niet de heilige graal is voor deze COVID-besmettingen. Dank u wel. Ik wil u heel hartelijk danken voor de duidelijke toelichting, de tijd die u heeft genomen, zo'n korte termijn om hier te zijn. En aan alle commissieleden ook voor hun vragen en aanwezigheid. Dank u wel, dan sluiten we hierbij af.